Vandaag in Welkom aan Boord is Captain Raymond niet alleen op zijn werk bezig met vliegtuigen. Hij test vandaag voor het eerst zijn zelfgebouwde sleper. Trekt Ground Service Controller Micha een lange neus naar zijn pesters. Uiteindelijk ben ik wel degene die ervoor zorgt dat hun uitgerust en veilig en op tijd op hun vakantiebestemming komen. En zorgt steward Mikey ervoor dat hij strak in het pak naar Girona kan vliegen. Samen met zijn vriend Roy. Kijk, staat hij weer mooi te wezen, hè, vooraan. Nou, kan hij zo goed alles alleen doen. Jongen, Roy. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Terwijl de meeste mensen nog op één oor liggen, staan gate agents Desiree en Lars op het punt te beginnen aan hun ochtenddienst. Binnen 2 uur moeten er 7 vluchten worden ingecheckt. Nou, ben jij opgestaan, Dees? Ik ben vandaag om 3:15 opgestaan. Koffie doet wonderen. Ja, koffie doet wonderen. Daar kan je goed wakker mee worden. Lars werkt nu 6 jaar op de luchthaven. Ik heb eerst nog ergens anders gewerkt. Ik ben eerst begonnen bij de Albert Heijn. Als vakken als... Oh. Niet je hele levensverhaal. Nou, sorry. Ja, ik ben hier eerst begonnen als stagiair. En daarna als medewerker, medewerker plus. En ik ben nu hier allrounder. Dus dat houdt in, ik doe de check-in, de gate, editing, bagage. Dus in alle facetten doe ik dus alles hier op de luchthaven. Goedemorgen. Ik ga beginnen met inchecken, hoor. Komt ze maar. Ja. Naar Alicante? Ja. Ja, mag je de eerste koffer alvast op de band plaatsen? Sommige passagiers kunnen geen dag zonder een trouwe viervoeter. Maar gelukkig kunnen honden ook mee op vakantie. Nou, dit is Tom. Tom gaat voor het eerst vliegen. Hij vindt het hartstikke spannend, denk ik. We zien het wel wat er gaat gebeuren. Ik denk dat hij het wel leuk vindt. Hij slaapt altijd in de beens, dus meer kan je niet voorbereiden, denk ik. Als je maar mee mag, hij vindt alles best. Goedemorgen. Met de hond reist u. Hey! Is het de eerste keer dat hij gaat vliegen of is hij al oké? Dus hij is er nog niet gewend aan? Nee. Oké. Okay. Ja, ik kon nog even een label om de bench heen plaatsen. Hey, hallo knapperd. Hallo. Komt goed met je hoor. Nou, u neemt deze, neemt u gewoon mee naar de gate. De hond neemt u ook mee naar de gate. Hoeft er nog niet in. Ik zou wel zeggen, laat hem nog eventjes plassen en geef hem eventueel nog even wat te drinken of iets. Nou, hij ziet er niet heel gespannen uit, maar is toch altijd even prettig. En dan kunt u gewoon alles mee naar de gate nemen zometeen. Ik sta dadelijk ook in de gate, dus dan komt u bij mij. Ja, fijne reis. Ik word altijd vrolijk als ik honden voor mijn balie zie staan. Als mijn collega's ook ergens een hond zien staan, dan tikken ze me altijd eventjes aan. Van kijk eens, daar hebben we er weer een. Na het inchecken gaan Lars en Desiree naar de gates om de passagiers te boarden. Waar Tom en zijn baasjes al staan te wachten. Geef ik die aan u? Ja. Alsjeblieft. De hond kan in de bench. De riem moet los, maar die mag er wel bij. Honden zwaarder dan 10 kilogram mogen niet de cabine in, maar worden vervoerd in het ruim van het vliegtuig. Tom zal dus tijdens de vlucht van 2,5 uur het zonder zijn baasjes moeten stellen. Heb je voor hem ook wat, of niet? Terwijl Tom nog even moet wachten op de transportcar, helpen Lars en Desiree de andere passagiers alvast boarden. Ja, komt ze maar, we gaan beginnen. Stelregel is 1 stuk handbagage. En 2, ja, dat is er dus net 1 te veel. Mag u deze tas nog hierin plaatsen? Die 2 stuks handbagage, dat zal op de een of andere manier altijd blijven. En toch staat het overal wel vrij duidelijk aangegeven, maar veel passagiers vergissen zich in een handtas. Die denken vaak van, oh, ik mag naast een trolley ook nog een handtas, want dat is geen handbagage. Die zien vaak echt een groot stuk als handbagage. Dus vandaar dat heel vaak de handtas er ook nog naast is. Ja? Mag nog even je tas in de trolley plaatsen? Het is 1 stuk per persoon. Kunt u dat even aan de zijkant hier doen, alstublieft?
Jullie mogen nog even de kleine tasjes in de trolleys plaatsen. Het werkt dus heel erg in tijden gebaseerd. Weet je, het is gewoon tjak, 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 tjak. Weet je, je hebt met alles te maken, veiligheid, orde, regels. Als er ergens iets niet secuur wordt gedaan, dan heb je gewoon best wel een probleem. En dat kan leiden tot vertragingen of erger. En vertragingen kosten een hele hoop geld. Dit is Toulon. U gaat naar Bergerac. Ja. Dit is Bergerac. Dus ja. Flight is to Toulon. Waar moet ik, ja... Oh, ik zal heel even op het scherm kijken, want ik durf niet te zeggen welke gate dat is uit mijn hoofd. Daar, die grote blauwe. Ja? Ja, kom maar neer. Goed dat je het ziet. Zit het aan? Ja. Dat zou niet goed zijn, nee, als je niet voor je reis. Hond Tom hoeft nergens op te letten. Lars en zijn collega van de grond zorgen er wel voor dat hij op de juiste vlucht zit. Hatsa. Ja, top. En daar gaan ze dan, op naar Alicante. Het is een bijzondere dag voor Stuart Mikey, die sinds ruim een jaar samenwoont met Roy. Roy is ook Stuart en het stel vliegt vandaag voor het eerst in tijden weer eens samen. Hoe lang moeten we uit huis? Een uurtje of 11. We hebben nou nog 1 uur en 5 minuten. Ik moet nog even mijn haar doen en... dus ik ben al weer een half uur bezig. Ik maar een half uurtje. 35 minuten. Heb je schoenen al gepoetst? Ja, jou en ook. Oké, okay, ja. Klaar. Toppie. Ze wonen dan wel onder één dak, maar van samen ontbijten komt het niet vaak. Nou, met de roosters die we hebben gebeurd, wel eens dat we echt bijvoorbeeld een week in het verschil vliegen. Dat ik alleen ochtendvluchten heb, maar ik alleen avondvluchten. Ja. En ja, dan moet je het echt van de 2 vrije dagen hebben, bijvoorbeeld, dat je die wel samen hebt. Ja, dat houdt de relatie wel spannend. Mikey en Roy hebben elkaar 1,5 jaar geleden leren kennen tijdens de opleiding tot cabinepersoneel. Een meisje die ik kende zat bij hem in de groep. Daar stond ik toen mee te praten en toen kwam Roy voorbij lopen. Die kwam er voorbij staan, maar we vonden elkaar eigenlijk allebei helemaal niks. En op een gegeven moment toen waren we dus allebei los, waren we allebei aan het vliegen. Ik op Amsterdam, Roy op Rotterdam. Daar liked ik een foto op Instagram. Nou, toen kreeg ik meteen 10 likes terug. Nou, zo despot was het niet hoor. Nou, 7 dan. Ja, ik vond Mikey zeker een lekker ding. Toen, ik weet nog, op de INI, ja, hij viel gewoon op natuurlijk. Het is wel een verschijning. En niet alleen Roy vindt Mikey een fijne verschijning. Nou, dit zijn mijn Mr. Verkiezing-lintjes. Eigenlijk vanaf 2015. De Mr. Nederland-verkiezing werd ik toen tweede. Toen ben ik uitgekozen om Nederland te vertegenwoordigen in Bulgarije op de Mr. Universe-verkiezing. Werd ik ook tweede. Ja, wel iets om trots op te zijn, vind ik. Toen die tijd stak ik er heel veel tijd in, voornamelijk om te sporten. Ik had sponsoren voor mijn tanden, voor mijn lichaam, voor te tennen en noem maar op. Dus daar gaat best wel veel tijd in zitten. Nu presenteer ik de Miss Avantgarde verkiezing in november. Dus dan ben ik echt de presentator van de verkiezing. Omdat ik nou zelf bijna niet meer meedoe. Toen dacht ik van, nou, dan ga ik het gewoon presenteren. Dat is ook leuk. Zijn representatieve uiterlijk komt goed van pas als steward. En ook Roy doet er alles aan om straks tiptop op het werk te verschijnen. Maar het allerbelangrijkste voor Mikey is toch wel zijn haar. Ik heb ook wel eens dat mijn haar niet goed zit. En dan vooral in een standby. Ja, en meestal ga ik toch niet eerder het huis uit voordat mijn haar goed zit. Dus dan blijf ik het gewoon wassen. En dan besteed ik maar minder aandacht aan bijvoorbeeld eten meenemen of zo. Ik denk wel dat ik meer tijd aan mijn haar besteed dan de gemiddelde vrouw. Mijn haar wil niet zitten. Maar zo is het mooi toch? Zit ook mooi? Nee. Jawel, man. Zit strak. Ik vind het mooi. We doen het er wel mee. Maar Mikey is nog steeds niet tevreden. Er moet steeds meer haarlak aan te pas komen voordat de koep eindelijk oké is. Ja, zeker met Mikey in huis, dan gaan er wel 1 of 2, 3 in de week doorheen. Nog een allerlaatste check en dan zijn de mannen klaar om naar Rotterdam te vertrekken. Voilà. Zit maar echt goed. Zit er maar niet mooi. En dan kunnen ze eindelijk beginnen aan hun eerste gezamenlijke vlucht sinds tijden. In de 1,5 jaar dat ze elkaar nu kennen, is dat nog maar 2 keer eerder gebeurd. Wij gaan vandaag naar Girona op de X-Ray Juliet. 190 passagiers heen, waaronder 1 baby. Terug 189 passagiers, ook met 1. De briefing van het cabinepersoneel dient niet alleen om gegevens over passagiers uit te wisselen.
Iedereen moet voor de vlucht altijd één vraag beantwoorden die met veiligheid te maken heeft. If you hear emergency descent during the food and drink service, what are your actions? Zo snel mogelijk zitten, vast. Je gaat je kannen ergens opbergen omdat die anders door de cabine kunnen vliegen. During a prepared emergency landing on land, what is your position on today's flight? Is the forward entry door? Yes. All right. We nemen de kaartjes door om de flight safety te checken. Zeg maar of iedereen zijn kennis nog op peil is en om het even een beetje op te frissen. Opgefrist en wel kunnen Mikey, Roy en de rest van de crew aan boord voor een vlucht naar Girona. Het is een korte vlucht, maar toch moet er nog van alles worden voorbereid. En dat gebeurt zelfs nog tijdens het boarden van de passagiers. Hallo, goedemiddag. Hallo. Goedemiddag, welkom. We hadden vandaag een 10 minuutjes om alles voor te bereiden voordat de passagiers kwamen. Maar normaal gesproken ga je al iets eerder naar het vliegtuig. En dan heb je al een kwartiertje en dat is net die extra tijd die je nodig hebt om niet te hoeven stressen. Dankjewel, weg zo nog. Dat kan heel kort gepland. Maar ja, zodra we maar op tijd vertrekken, dan is alles goed. Goedemiddag, welkom. Hoe lang hebben we nog? Ja, helemaal goed. Dankjewel. Maar uiteindelijk vertrekt de vlucht geheel volgens schema om 1:50 naar Girona. Intussen arriveert Captain Raymond op het Rotterdamse vliegveld vanuit het Turkse Antalya. Raymond is 42 en een ervaren vlieger die al 17 jaar bij het bedrijf werkt. Voor zolang ik weet, sinds het begin van de lagere school heb ik gezegd dat ik ga vliegen. En ik heb eigenlijk geen idee waar ik het vandaan heb. Ik heb niemand in de familie die vliegt. Ik kom uit de chauffeursfamilie vandaan, dus daar heb ik het niet van. Het heeft me altijd gefascineerd en dat doet het nog steeds. Raymond kan zich niets mooiers voorstellen dan de luchtvaart. Je werkt met hele mooie techniek. Het is natuurlijk een enorm vliegtuig waar je mee werkt, want best wel heel complex in elkaar zit. Als je aan het vliegen bent, de uitzichten zijn waanzinnig. Het is daarbij ook heel erg mensenwerk. Zeker nu ik als gezagvoerder vlieg, je hebt toch een hele bemanning heb je mee. Je hebt heel veel passagiers heb je bij je. Het weer maakt het heel erg mooi. Het weer is elke dag weer anders en heeft toch wel heel veel invloed op het vliegen ook. Dat is iets waar we ook heel actief mee bezig zijn altijd. Continu veranderlijk en hoe die omgeving om je heen ook continu variabel is. 30, 20, 10. Ook thuis denkt Raymond aan niets anders dan de luchtvaart en vliegtuigen. Na een lange werkdag duikt hij meteen zijn mancave in voor zijn hobby. Modelzweefvliegtuigen in elkaar zetten. Dit is de ruimte waarin al mijn modellen staan opgesteld. Hier bouw ik een deel van de vliegtuigen zelf. Alle klusjes worden hier gedaan. En dat is niet alleen bouwen, maar ook repareren hoort helaas ook een beetje bij de hobby. Niet alles komt altijd weer heel mee terug. Maar hier bevind ik mij vaak. Erg leuk, vaak voor collega's, is hier de Boeing. Op een gegeven moment kwam ik dat 737 model tegen. Ja, dat moet je dan hebben natuurlijk. En die hebben we dan helemaal mooi in Transavia kleuren gemaakt. Mijn eerste echte aanraking met het vliegen, dat is het zweefvliegen geweest. Ik ben op mijn 15e begonnen met zweefvliegen. We hadden een zweefvliegveld bij ons in de buurt. En mijn ouders die hebben gezegd, van, ja, misschien moet je daar eens gaan kijken of het vliegen ook daadwerkelijk iets voor je is. En dat ben ik gaan doen en ja, dat was meteen verkocht. Bij het zweefvliegen heb ik dus ook mijn eerste solovluchten gemaakt op mijn 15 al. Ging ik illegaal op de brommer naar het zweefvliegveld. En dan krijg je wel een vliegtuig alleen mee op een legale manier. Ja, dat is fantastisch. Raymond is getrouwd met Rebecca en ze zijn al sinds de middelbare school samen. Na een huwelijk van 17,5 jaar is zij inmiddels wel gewend aan de hobby van haar man. Ik heb met vliegen eigenlijk helemaal niks. Dus het is zijn hobby en zijn dingen. En ik vind het leuk dat hij ermee bezig is. Alleen ik heb er helemaal niks mee. Hij is sinds ik hem ken eigenlijk altijd al bezig geweest met vliegen. Dus ik weet niet beter. En het zou voor mij heel vreemd zijn als hij niet met vliegen bezig was. En als ik hem thuis zoek, kan ik hem altijd vinden in zijn bouwhok. Dat is wel lekker makkelijk. Vandaag is een belangrijke dag voor Raymond. Hij gaat namelijk een testvlucht maken met een door hem gebouwd toestel dat modelzweefvliegtuigen de lucht insleept. Die is eigenlijk vrijwel klaar. Ik moet nog even een paar laatste kleine dingetjes doen. De propeller moet er nog op, zodat als ik dingen test en alles, dat niet die motor in één keer kan gaan lopen en dat de propeller mij verwondt. En dan kan ik hem inladen en dan gaan we hem zijn eerste vlucht geven vandaag. Zo'n Jasper gaat zometeen graag mee voor de eerste testvlucht. Ja, is klaar. Dus ja, zet hem in. We gaan zo inpakken en dan gaan we naar het vliegveld. En dan gaan we kijken of hij het doet.
ben heel benieuwd. Het wordt spannend. De eerste vlucht is altijd toch, heeft toch iets extra's. Het, is nu, ja, het vliegtuig heeft zich nog niet bewezen. En, we gaan kijken of het goed doet. Het zit vol, maar het zit erin. Dus wij gaan. Tot schat. Hoi. Doeg. Op naar vliegveld Valkenburg bij Katwijk aan Zee voor de eerste vlucht van Raymonds sleepvliegtuig. Het loopt tegen het middaguur en Desiree is weer terug op haar post. Het inchecken van de vlucht van 1:30 naar Bergerac kan beginnen. Gaan we naar Frankrijk toe? Mag ik die in het vliegtuig nemen? Ja, die mag jij in het, zeker mag jij die in het vliegtuig nemen. Evan en ik gaan vandaag voor het eerst samen vliegen. En we gaan naar Frankrijk, naar mijn oom en tante toe. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat heb jij daar, een vliegtuig? Heeft u een paspoort of ID-kaart? Ja. Mag hier eventjes staan? Is het jouw eerste keer vliegen? Ja, het is de eerste keer vliegen. Ja. Ja. Voor hem dan. Voor hem, oké. Ja. Want hoe oud is hij? Bijna 4. Oké. Mag ik het vliegtuig zien? Ja, die krijg je zo meteen te zien. Vind je het spannend? Een klein beetje, ja. Jeetje. Het is best wel spannend, omdat Evan is heel vroeg geboren. Dus... hij mocht eerder nog niet mee met het vliegtuig vanwege zijn longen. Oh. Ja, hij is geboren met 24 weken. Toen heeft hij lang in het ziekenhuis gelegen. 16 weken op de intensive care en 7 weken op de high care. Dus dat is een heftige periode geweest. En voor Evan natuurlijk ook. Hij heeft wel echt moeten knokken. Doordat Evan lange tijd in een couveuse heeft gelegen, zijn zijn longen beschadigd. En zijn longcapaciteit was tot nu toe onvoldoende om te mogen vliegen, omdat het zuurstofgehalte in een vliegtuig lager is. Het is vastgesteld dat het gewoon veilig is om te gaan vliegen? Het is nu allemaal geregeld. Hij heeft een speciale test gedaan, een fit-to-fly test. En die is geslaagd. Oh, heeft hij gehaald. Ja. Oh, kijk. Hè? Nou, dan gaat het zeker. Dan wordt het zeker een hele leuke spannende reis voor jou, toch? Dus jij bent sterk genoeg, hè, Evan, om te vliegen. Inderdaad. Hartstikke mooi. Fijn dat het allemaal zo... Waarom gaat hij nog niet rollen? Nee, hij gaat zo meteen pas rollen. Hij gaat nog niet rollen omdat jij erop staat. Anders rol je zo mee. Yes. Ik leef toch ook wel erg met jullie mee, hoor. Het is toch wel erg spannend. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Instappen is zo meteen. Ga alvast lekker naar de gate. Dan zien wij u zo meteen. Oké. En een goede reis voor u. Dankjewel. Kom je, Evan? Doei. Nou, laten we eens even kijken waar het vliegtuig is, waar die staat. Ik heb afgelopen week steeds benoemd dat we gaan vliegen en dat we dan in een vliegtuig gaan. En ja, ik ben ontzettend trots op hem dat hij het hartstikke leuk vindt eigenlijk om het te gaan doen. Na een vlucht van 1,5 uur komen Evelien en Evan aan in het Franse Bergerac. Hi, we zijn geland. En het ging supergoed. En Evan is al foto's aan het maken. Maar het ging hartstikke goed. En hij heeft het heel goed gedaan. En het was een hele rustige, relaxte vlucht. Stewards Mikey en Roy zijn niet alleen collega's. Ze zijn ook een setje. Ze zijn 1,5 jaar samen, maar werken vandaag pas voor de 3e keer op eenzelfde vlucht. Een bijzondere dag dus voor hen. Maar veel tijd voor elkaar hebben ze niet. Ze hebben het namelijk hartstikke druk. Heeft u iets in de koffie? Melk en suiker. Een cappuccino. Alsjeblieft. De vlucht van vandaag is wel... Ja, die staat wel in het rijtje met de meest drukke vluchten eigenlijk. Zeker omdat het een korte vluchtuur is. We hebben maar 1,5 uur. Waarvan je al eigenlijk 1,5 uur kwijt bent met het opstijgen en landen. En dan moet je binnen een uur toch 190 passagiers voorzien van eten, drinken. Dus vandaag is wel aanbroken. Er is één gerecht op deze vlucht naar Girona bijzonder in trek. En de kipnoedels. Eet smakelijk. De kipnoedels. Wil je kip of groenten? Doe één keer de kipnoedels. Nu de noedels. De noedels. Oh, heb jij nog tomatensap? Tomatensap. Geen noedels? Nee. Ik heb helemaal geen noedels verkocht, nog niet. Echt geen? Nee. Wij alleen maar. Het verschil moet er zijn. Ja, het is eigenlijk een beetje typische noedelvlucht. Corona staat erop bekend, een beetje jong publiek. En ja, wordt vaak noedels besteld. Vaak ook na deze vlucht zijn de noedels op. Dus meteen blijven bestellen. Nou, kom ik eigenlijk wel even afval ophalen. Is goed, gewoon samen. Gezellig. Mag ik ook een keer iets alleen doen, Roy? Ik zie al zo vaak. Voor romantiek is tijdens deze korte vlucht niet al te veel ruimte. En dan staan ze ook nog eens ieder aan de andere kant van het toestel ingedeeld. Eigenlijk let ik niet zo heel erg op hem altijd als je aan het werk is.
ben ik meestal mijn eigen ding aan het doen. Dan zie ik hem straks alweer, denk ik. Ja, we vliegen wel samen, maar toch zie je elkaar niet echt vaak heel de lucht. Ik vind het heel fijn dat hij aan de andere kant aan het werk is. Lekker rustig. Maar er is één klus die ze nu wel samen kunnen doen. Romantisch samen afval ophalen. Afval is om weg te gooien. Ja, anywhere is, Masura. Yes, dank u wel. Nee, maar aan boord is echt collega's. Geen tijd voor gekke dingen. Oh, wat een drukte. Het overleeft. Ja. Ik zie eigenlijk niet echt heel anders dan normaal. Ook gewoon lekker druk, lekker aanwezig. Ja. Ja, ik ben altijd druk, dus. Ja, thuis ook wel. Ik denk dat je mij anders ziet. Ja, een beetje saai altijd als je aan het werk bent. Hele andere Roy. Ja, hele andere. Luxe cadeauartikelen, rituals, parfum, make-up. Zijn we net klaar. Ja, we zijn er eigenlijk al bijna. We gaan al beginnen met de daling. Na anderhalf uur landt het toestel in Girona. Hebben de stewards mooi even de tijd om samen de stad te verkennen. Nou was het maar zo'n feest, Girona in. Nee, we gaan binnen 45 minuten proberen om te draaien. Al 35, correctie, 10 minuten eraf, nog korter. En dan gaan we weer terug naar Rotterdam. Tot ziens, fijn verblijf. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Nee, qua bestemmingen zien we niet veel, we komen niet verder dan de luchthaven. Zodra we aan het werk zijn, zien we eigenlijk nauwelijks niks. Nee, ik vind het wel jammer bijvoorbeeld als je nou net zo lekker één dag kan blijven of zo. Dat zou wel wat leuker zijn, ja. Kijk, staat hij weer mooi te wezen, hè, vooraan. Nou, ik kan net zo goed alles alleen doen. Jongen, jongen, Roy, Roy, Roy. Dames en heren, passagiers. Kom maar aan. Op de terugweg naar Rotterdam staan de stewards gelukkig wel bij elkaar in de buurt voor een veiligheidsparadeu. Na de take-off moeten ze gelijk weer aan de slag met de catering. Ben je de moe van die 10 rijen? Nou, we hadden het hartstikke druk. Ja? En je moet ook praten met de passagiers. Heeft u een goede vakantie gehad? Ja? Lekker? Alsjeblieft. Dat was nou, even lekker naar het mooie weer in Nederland. Ja, zeker weten. Dat was hem. We hadden ook niks meer nodig, hè? Nou, dankjewel voor jullie grote bijdrage. Nou, jullie bedankt. Succes terug. Tot zo. Wat eten ze eigenlijk zelf aan boord? Nee, zo'n vlucht vandaag hebben we weinig tijd om zelf te eten. Nou, voor het laatste wat ik gegeten heb is mijn croissantje vanochtend. Dus ik ben nu... straks kan ik wel even een broodje kipsaté eten, denk ik. Maar nu nog niet, want eerst moeten alle luxe artikelen nog aan de man worden gebracht. Nog fris? Oh! Nou... Heftig. Misschien dus moet je even bijspuiten, Roy. En voordat je het weet, staat Mikey al wel aan de grond op het vliegveld van Rotterdam. Zonder een hap van zijn broodje kipsaté trouwens. Hun derde gezamenlijke vlucht zit erop. Wel thuis! Dank je. Fijne vlucht. Fijne vlucht. En terwijl de volgende crew alweer klaar staat, memoreren de heren deze bijzondere dag nog even. Ja, een keertje romantisch samen afval ophalen. Nou, wat romantisch. Raymond en zoon Jasper zijn aangekomen op het vliegveld Valkenburg. Als captain vliegt Raymond op een Boeing 737. Een toestel waar hij ook in zijn vrije tijd geen genoeg van kan krijgen. Ik ben nu de Boeing op aan het bouwen. En het is toch mooi als je een model hebt van vliegtuigen waar je in het echt ook in vliegt. Het geeft toch iets extra's. Mooi, hè? Dan is het eindelijk zover. De eerste testvlucht van de sleper die Raymond in 3 maanden zelf heeft gebouwd. Een eerste vlucht is altijd bijzonder. Je hoopt dat je alles goed gebouwd hebt en dat alles goed in elkaar zit en dat hij goed gaat vliegen. En de eerste keer is eigenlijk altijd een beetje suf rondjes vliegen. Gewoon even voorzichtig aftasten wat hij doet. Kijken of alles een beetje netjes afgesteld is. Een paar starts en landingen maken en dan ik hoop eigenlijk op een hele onspectaculaire vlucht. En dat zou wel moeten met dit model. Hij is gemaakt om zoveel mogelijk starts en landingen op een dag te maken. Dus hij is bewust ontworpen op een zo eenvoudig mogelijk vliegdag. Dus het zou geen probleem moeten zijn, maar ja, het is toch altijd een beetje spannend. Have a good flight. Op hoop van zegen. Daar gaat de sleper.
Tussen de normale vliegtuigen van de vloot springt één toestel eruit. Een gewone Boeing 737 met een kleurrijke beschildering van de Peter Pan Vakantieclub. 20 jaar geleden opgericht door Wilco van Elk, die vroeger als fysiotherapeut al betrokken was bij de begeleiding van kinderen die ziek zijn. Peter Pan Vakantieclub is een groep van Transavia-collega's die geheel vrijwillig vakanties organiseren voor heel ernstig of chronisch zieke jongeren. Nou, dat idee is op een avond aan de keukentafel op 2 A4'tjes ontstaan. Peter Pan, een klein mannetje wat vliegt en wat kinderen meeneemt naar Never Neverland. Even een plek waar ze kunnen vergeten en waarop ze even gewoon zichzelf kunnen zijn en wie ze eigenlijk horen te zijn. Gewoon een kind wat opgroeit. En even vergeten dat ze ziek zijn. Vandaag gaat de reis van Eindhoven naar Barcelona met kinderen die allemaal een vorm van jeugdreuma hebben. Onder wie de 17-jarige Doreen, die het fijn vindt om een keer samen met lotgenoten op reis te gaan. Ik had hier eigenlijk wel behoefte aan, gewoon om extra mensen te leren kennen. Waar je altijd mee kan praten en gewoon echt te genieten en alles mee te kunnen doen en niet een uitzondering te zijn van andere mensen. En dat je niet altijd hoeft uit te leggen wat je voelt en wat je hebt. Iedereen weet het gewoon en het is niet gek als je in één keer wilt zitten of als je pijn hebt en je het niet meer trekt. Je weet gewoon echt dat het geaccepteerd wordt. De begeleiders van deze reis zijn Wilco en een aantal collega's uit het bedrijf. Een van hen is stewardess Annemarie. Ik heb me opgegeven als reisleider voor Peter Pan, omdat ik een paar keer Wilco's enthousiaste verhaal al had gehoord en me het ontzettend leuk leek om de doelgroep een paar leuke dagen weg te kunnen bezorgen. Wij dragen op deze reis bij dat we zelf wel vrije dagen op moeten nemen. Wat zijn 5 vrije dagen om die op te offeren voor deze groep? Geen moment over nagedacht, moet ik dat wel doen? Ik vind het minste wat je kan doen. Op Schiphol zit het OCC, het Operationeel Controlcentrum. Hier wordt de vloot van 43 toestellen op de grond en in de lucht gemonitord. Elke verstoring of vertraging moet hier worden opgevangen. Transavia Operations met Karin. Hi. De 19-jarige Miga heeft vandaag dienst. Na zijn stage kon hij als uitzendkracht bij het OCC aan de slag. Voor hem een droom die uitkomt. Hij wist al dat hij hier wilde werken toen hij als 15-jarig jongetje meeging met de Peter Pan Vakantieclub voor kinderen met een beperking. Ik heb de spierziekte bekken en hartspierziekte cardiomyopathie. En dat houdt in dat mijn spieren langzaamaan achteruit gaan. Tot het moment dat ik niet meer kan lopen, zelfstandig kan ademhalen of dat mijn hart in één keer mee stopt. En van mijn ziekte merk ik zelf vrij weinig tijdens het werken. Dit omdat we een redelijk zittend beroep hebben. En mocht ik de neiging hebben om te gaan staan, dan kunnen die bureaus omhoog schuiven. Voor de rest is het bemanningscentrum waar we in zitten is gelijksvloers. En we hebben een lift of een roltrap om naar binnen te gaan. Well, you can change him into that flight if there is a no-show, because the flight is fully booked. And if there is a no-show, you can transfer him to that flight. Free of charge, yeah. Miga werkt als ground service controller en dat is een verantwoordelijke baan. Nou, heel makkelijk gezegd, op het moment dat de vliegtuig de baan raakt, tot het moment dat hij de baan weer verlaat. Voor dat stukje ben ik op de dag van operatie verantwoordelijk. Voor deze baan moet je wel tegen stress kunnen, stressbestendig zijn. Je moet communicatief sterk zijn en ook weerbaar. En dat ben ik redelijk geworden doordat ik een aantal minder leuke dingen heb meegemaakt tijdens mijn jeugd. En ik trek er lang neus naar de pest is. Maar uiteindelijk ben ik wel degene die ervoor zorgt dat hun uitgerust en veilig en op tijd op hun vakantiebestemming komen. Dus ik hoop dat ze daar, als ze dit zien, de volgende keer wel 2 keer over nadenken voordat ze zoiets roepen. Als Benjamin van de afdeling krijgt hij vaak advies van Adrie. Met zijn 40 dienstjaren is hij de steun en toeverlaat van Miga. Hij is erg leergierig, pakt dingen heel snel op. En ik ben af en toe verbaasd over de dingen die al weet en hoe hij met sommige situaties omgaat. Want ook op die positie moet je stressbestendig zijn. En hij heeft al diverse keren getoond dat te zijn. En daar ben ik heel blij mee. Miga is een echte doorzetter die nu zit waar hij wilde zitten en nu vurig hoopt te mogen blijven. En niet alleen als uitzendkracht. Duty manager Frans heeft vandaag een verrassing voor hem. Goedemiddag. Hoi. Miga, heb jij even voor me? Ik wel. Ja? Ik mag je namens het OCC en de directie mag ik een vast contract aanbieden. Nee. Ja. Echt waar? Hey, van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Heel erg bedankt. Ja, heb ik het toch maar mooi weer geflikt. Een beetje sprakeloos, eerlijk gezegd. Ik
Dankjewel. Oké. Iedereen. Gezien zijn ziekte en zijn doorzettingsvermogen, ja, ben ik super blij voor hem dat hij nu te horen heeft gekregen dat hij een vast contract krijgt en dat hij ons team komt versterken. Dankjewel. Welkom bij de familie. Laten we wat van maken. Wilt er iemand taart? Een droom die uitkomt. En woe! Oké, jongen. Top. Captain Raymond test op het vliegveld van Katwijk zijn nieuwe sleper. Zo'n sleper moet straks andere modelzweefvliegtuigen de lucht in kunnen slepen. De take-off gaat in ieder geval goed. Alles reageert verder gewoon goed. Dit vliegtuig is in die zin bijzonder dat ik ben een van de eerste die hem gebouwd heeft. Het is een vrij nieuw ontwerp. Het is de eerste grote sleper waarmee ik vlieg. Ik heb wel een klein sleepvliegtuigje gehad, maar dan kon ik alleen maar hele kleine zwevertjes mee omhoog slepen. Nou, vermogen genoeg voor het slepen. Nou, ik kom nu voor de landing binnen. Dat is gewoon weinig gas. Ik heb de flaps helemaal uitstaan. Ook voor het eerst. Even kijken hoe die daarmee reageert. Zo, dit is wel langzaam hoor. Hey. Jeetje. Kijk dan. Ups. Sorry Dirk. De landing die ging nog niet helemaal perfect. Ik kwam daar met volle flaps naar binnen. Dat zijn stukken achter de vleugel die helemaal naar beneden uitgeslagen kunnen worden, waardoor het vliegtuig nog langzamer wordt. Ik kwam nu heel langzaam binnen en dan vrij harde dwarswind. Daardoor kwam ik net een beetje te scheef binnen en ben ik het gras ingerold. En daardoor maakte die een beetje een kopstand. Hij is wel wat moeilijker bestuurbaar hoor, met die flaps helemaal uit. Maar goed, het is een stevig vliegtuig, dus daar kan niet tegen. Dat is verder geen probleem, geen schade. We gaan nou meteen maar even proberen waar die voor bedoeld is. En dat is een zweefvliegtuig omhoog slepen. De maat van me die heeft een mooie Alzheimer schaalzwijver meegenomen en daar hangt een touwtje tussen en die gaan we dan zo omhoog brengen. Dus kijk of dat ook werkt. Daar is hij voor bedoeld. En daar gaat hij. En hij doet wat hij moet doen. Het modelzweefvliegtuig gaat keurig omhoog. Het is toch een vliegtuig wat je helemaal zelf in elkaar hebt gezet en als dat dan helemaal goed vliegt en doet wat het moet doen, dan is altijd een goed gevoel. Daar doe je het voor. De Peter Pan Vakantieclub is geland in Barcelona. De groep duikt de stad in om alle bezienswaardigheden te bekijken. Vliegtuigmonteur Kevin is ook een van de reisleiders. En hij is erg begaan met de kinderen. Naar je zin? Ja, het is wel lekker warm. Gewoon lekker lol maken. Ja, daarom. En als het even niet gaat, ga je gewoon te bed liggen. Ja, je moet gewoon je rustmomenten pakken. Ja, en ook gewoon, of je gaat even lekker zitten, weet je. Even een filmpje kijken of zo, weet je. Ja. Dan rust je ook al. Wat je merkt bij de jeugd is vooral vermoeidheid en last van hun gewrichten. En dat is soms heel moeilijk te beseffen, omdat je van de buitenkant eigenlijk helemaal niet ziet dat ze ziek zijn. Maar ze geven al hun energie op om een fantastische reis te kunnen hebben. En die energie hebben ze onder andere nodig voor het geplande fietstochtje. Gelukkig zijn ze op elektrische fietsen. Deels is dat natuurlijk een beetje dubbel dat ze al een elektrische fiets nodig hebben op deze leeftijd. Maar ze zijn er wel heel erg mee geholpen. Er zijn er ook wel bij die thuis ook elektrische fietsen hebben om naar school te gaan. Want als ze gewoon moeten fietsen, dan kunnen ze gewoon de schooldag al niet meer aan. Dus of ze worden gebracht door ouders. En als ze goede dagen hebben, gaan ze op de elektrische fiets en kunnen ze de schooldag ook nog een beetje doorkomen. Behalve dat de kinderen elkaar beter leren kennen, komen de medewerkers van de luchtvaartmaatschappij ook meer over elkaar te weten tijdens deze trip. Ik ben hiervoor verkoper geweest. Van? Elektronica. En op een gegeven moment had ik het helemaal niet meer naar mijn zin. Nee. Ik ben altijd bezig, altijd sleutelen en doen. En toen dacht ik ook van, hey, ik wilde al vliegtuigmonteur worden. Ja. Daarna dacht ik, ik ga het gewoon doen. Ik zat net met Kevin te praten van de TD. En normaal zie je de jongens van de TD wel, maar dan is het natuurlijk maar heel kort. Want wij gaan van boord. Zij komen even om de kist heen en even aan boord. Dus dan is het hoi, hallo, wil je wat drinken? En nu kan je gewoon even veel leuker met ze praten, hoe lang opleiding duurt en zo. Ik vind dat erg leuk, omdat je anders hebt meer de eilandjes. Cabine, TD en kantoor. En nu mengt zich dat veel leuker. En ik vind dat een heel leuk bijkomend iets. Net als de andere jongeren geniet Doreen van een onbezorgde vakantie. Maar het kost allemaal wel veel energie. Ik merk dat vermoeidheid eigenlijk wel goed gaat als ik eenmaal in de dag ben. En ik vind het allemaal leuk, dan ben ik... eigenlijk ook helemaal in mijn bezigheid en dan ben ik gewoon wel fit. Maar ik merk wel, als de avond eraan komt, dan zak ik wel direct in. Doreen heeft er geen kracht meer voor om te voet naar de lichtshow van de beroemde fontein Font Magica te komen. Maar
Maar Kevin wijkt geen moment van haar zijde. Zullen we even een plekje voor jou regelen? Ja? Zullen we dat even gewoon regelen? Aan de kant, mensen. Oké, wacht even. Pardon. Excusi. Pardon. Het doet superveel bij mij natuurlijk dat ze niet kan lopen. Maar het geeft superveel voldoening om dan toch te zien dat ze van zo'n avond superveel geniet. Dus heel dankbaar werk. Ook voor initiatiefnemer Wilco kan de vakantie niet meer stuk. Ongelooflijk wat het doet voor die jongeren. Ook jongeren die in het begin heel erg stil zijn en die dan helemaal loskomen. Dat doet het ook met kinderen. En dat is, ja, dat is gewoon fantastisch. Volgende week in Welkom aan Boord kampt Purser Reinier op 11 kilometer hoogte met een verstopt toilet. Meneer, even ontspannen en doorademen. Duurt even. Nou, jongens. Zorgt een defecte bagageband voor oponthoud tijdens het inchecken. En purser in opleiding Tim vliegt vandaag voor het eerst solo. En dat betekent speechen. Een hele goedemorgen, middag, dames en heren. Iedereen kijkt je aan en ik ben gewoon bang dat ik zo meteen daar sta en dat ik eigenlijk geen idee meer heb wat ik aan het zeggen ben.